Ik kwam op een gegeven moment Mickey Huibrechtsen tegen, die ik altijd al ongelooflijk inspirerend vond, omdat hij allerlei bijzondere projecten eigenlijk vanuit die publieke zaak zeg maar stimuleerde. En hij wist mij te overtuigen om een totaal idioot idee te gaan trekken om meer dan 150 mensen bij elkaar te trekken over belangrijke onderwerpen rond de publieke zaak en daar samen iets mee te creëren. Heel veel mensen hebben daar meegewerkt. Je hebt de dynamiek van de werkgroepen die zelf aan de gang gaan. Het hele leven is een kwestie van interactie met andere mensen. En dat doe je liefst in redelijk gezonde en goede conditie. Jullie kijken via tv, jullie kijken via Zoom. We hebben ook de Zoom-mensen ook nog gewoon in beeld. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Laat ik beginnen met het doel, want dat is altijd wel belangrijk om het daarover eens te zijn. Een land ontdaan van vooroordelen, wel met oordelen. Dus oordelen mag, als het maar geen vooroordeel is. Respect en waardering. Als je dat aan mensen geeft, dan zie je ze ter plaatse opbloeien. Sommigen krijgen tranen in hun ogen dat er ineens enige waardering voor hun werk wordt uitgesproken. Het volgende punt is samen beter doen. Nou, daar was ons vorige boek aan gewijd. Daar hebben we het onder andere enquêtes gehouden, heel interessant. We begonnen met de basale vraag, hoe veel productiever zou u zijn op uw werk als daar werd samengewerkt? Uzelf, persoonlijk. En mijn inschatting was 30%, het antwoord was 34,6%. En als je dan doorgaat, uw afdeling, uw bedrijf, uw bedrijfsketen, dan groeien die cijfers naar 40, 50, 60, 70%. Dus er is een enorme potentie in samenwerken, maar dat doen we niet. Zul je veel terug zien komen in die ideeën, waar een enorme ingrediënt van samenwerking over allerlei grenzen in is ingebouwd. En tenslotte waarbij ieder tot zijn recht komt, dat is een thema wat we ook nadrukkelijk hebben gehanteerd in onderwijs bijvoorbeeld. En zorg en dat soort zaken. Dit is het derde deel van de trilogie. Voor degenen die dat niet hebben laten meegemaakt. Het eerste 4 jaar geleden was Meer Waarde. Dat is een boek waar presidenten van Shell en Unilever en Philips en dergelijke een verhaal schreven. Wat de rol van de onderneming in de maatschappij van de toekomst is. En de hoop was dat we ze daarmee een beetje zouden stimuleren om een meer maatschappelijke oriëntatie te nemen. En dat gebeurt ook langzamerhand. 2 jaar geleden kwamen we met het boek Meer Wij. Dat ging over samenwerking. Maar dit is wel de grootste klus. Meer wel over herinrichting van ons land. Welke systemen, instanties hebben we nu inmiddels waarop dit allemaal gaat? Op verzoek van die oorspronkelijke brainstormgroep hebben we de gedeelde waarden geformuleerd. En het interessante van deze waarden is dat ze allemaal kwalitatief zijn. Dat begint met wat zijn de waarden voor het individu. Dat is gelijkwaardigheid, gelijke kansen en betrokkenheid bij het geheel, bij de maatschappij. Dan hebben we voor het menselijk milieu. Ik zeg altijd, de publieke zaak is in mijn ogen een van de eerste menselijke milieubewegingen. Het meest bedreigde milieu is het menselijk milieu. Dan hebben we het over het fysieke milieu. En tenslotte hebben we het over het bestuurlijk milieu. En dan gaat het over doelgerichtheid, doelmatigheid en compassie met de burger. Geen van alle in cijfertjes te vangen is het interessante. Dus als wij praten over onze voorspoed en alles, dan komen geen van deze factoren die eigenlijk de kern van onze ambitie weergeven, worden zichtbaar. Dan hebben we een aantal uitgangspunten. De eerste in dit geval is dat de crisis, dat geldt met name voor Meerwijl, de crisis waar we mee te maken hebben is een uitstekende aanleiding, maar ook kans om werkelijk fundamentele verandering te bewerkstelligen. Een tweede observatie die ik al jaren probeer te delen, dat alles hangt met alles samen. En wat bedoel ik daarmee? Wij kunnen een maatschappelijk probleem niet meer isoleren, zoals veel geprobeerd wordt, bijvoorbeeld lastige jeugd. Waar we, ik geloof, 120.000 per kind aan uitgeven per jaar. Lastige jeugd kunnen we niet isoleren van allerlei andere omgevingsfactoren. Dus als je daar wat aan wil doen, dan zal je een veel breder palet van acties moeten ondernemen. En dat is complex. Een ander thema wat we gretig hebben overgenomen van onze Rutger, is dat de meeste mensen deugen. Ik zeg altijd, ik heb vertrouwen iedereen tot het tegendeel bewezen is. Het laatste uitgangspunt is dat de burger weer veel meer verantwoordelijkheid en betrokkenheid moet krijgen. We hebben de burger 50 jaar lang verteld dat hij rechten heeft. We hebben nooit daarbij vermeld dat er ook plichten bij horen. Dat rechten van het individu niet anders zijn dan aanspraken op een totaliteit. En daar maken ze zelf ook deel van uit. Dus je kunt geen rechten zonder plichten hebben. Een volgende, want we hebben er nog een paar, is dat de overheid minder moet dirigeren en controleren en meer inspireren en faciliteren. Grote ondernemingen, dat is al eerder op, ze hebben een belangrijke maatschappelijke functie. Meer dan alleen aandeelhouderswaarde. Die
kleine ondernemingen, mag je nog zeggen, die maar grote ondernemingen hebben gewoon een maatschappelijke functie, waar het personeel en de afnemers minstens even belangrijk zijn als de aandeelhouders. En om positief af te sluiten, Nederland doet het voortreffelijk, dus het eerste argument tegen al onze inspanning is, maar we doen het toch prima en toch kan het veel beter. En ik denk dat wij als land wat voorop loopt in veel ontwikkelingen een morele plicht hebben om te laten zien dat het beter kan. Dat zijn de uitgangspunten. Dan kom ik tot de conclusie uit het hele verhaal. Heb ik eerst de negatieve versie om te zien wat wij niet willen concluderen, maar waar wel een grond van waarheid in is. Dat is namelijk het bouwwerk van onze maatschappij is vermomd en deels verrot. Maar tegelijkertijd moeten we concluderen, dat is een heel belangrijk punt, daar kunnen we niemand voor specifiek voor aanwijzen. Daar zijn we met z'n allen verantwoordelijk voor. En daar zullen we dus met z'n allen ook wat aan moeten doen. Maar we hebben ook een positieve versie van de conclusie, daar ik liever de aandacht op vestig. Dat is namelijk, het blijkt dat de mogelijkheden om iets voor deze maatschappij te doen zijn legio en zijn enorm. En die gaan niet alleen in kwantitatieve termen van voorspoed en dergelijke, maar van geluk, van omgang met je medemens, van vertrouwen in je buurman. En dat soort hele basale, maar ook heel essentiële delen. Dan komen we aan de bouwstenen. Nou, de menselijke maat hebt u al gehoord. Dat is een centraal thema. Laten we elkaar gewoon weer als mensen behandelen, maar ook als individuen. De tweede is betrekken. Nou, dat is een thema dat in bijna elke team terugkwam. Dat is namelijk de burger betrekken, de buitenstaand, de organisatie in een bepaald traject. Zowel in de uitvoering als in de beleidsvoorbereiding. Nou, niemand kan het beter zeggen dan Herman Wijfels. In vrede met de planeet leven. Dat is een heel centrale component in bijna elke werkgroep. Dit is een woord wat ik bedacht heb. Ik hoop dat het nog eens een keer in Van Dalen komt. Ontschotten. En wat bedoel ik daarmee? We hebben ons leven allemaal in vakjes opgedeeld. Als je naar de levensloop kijkt, dan word je geboren, dan heb je jeugd. Dan ga je naar onderwijs, dan ga je werken en dan ga je met pensioen. En die dingen zijn volstrekt van elkaar gescheiden. Wat we moeten doen is, we moeten ons hele leven lang leren. En we moeten ons hele leven lang spelen. Dan hebben we voorkomen, dat is evident, preventie. Dat geldt niet alleen in de gezondheidszorg, maar het geldt ook in de lastige jeugd en dergelijke. Want dan wordt een subsidie aan een buurthuis wordt ingetrokken door een gemeente, dat scheelt ze €500. Maar de schade die als gevolg van het ontbreken van het buurthuis ontstaat is €5000. Waarderen, daar hebben we het al over gehad. Aanpakken, daar bedoel ik mee, laten we niet denken dat we problemen oplossen door er geld naartoe te geven. Maar laten we eerst zorgen dat we met goede structuren werken voordat we geld uitgeven aan dingen die niet goed functioneel zijn. Prestatie boven perfectie, daar zit een element in dat in een dynamische wereld waar wij nu in zitten, moet je niet naar perfectie streven, want de perfectie van vandaag is de misser van morgen. Het is dus veel belangrijker om te presteren dan om perfect te zijn. Experimenteren, een thema wat Barbara Baarsma speciaal aansprak. Je moet experimenteren, bereid zijn om aan te passen en voortdurend aan te passen. Inspireren, dat probeer ik even nu. En vooruitkijken, daarmee bedoelen we met name dat we op de hoofdthema's lange termijn 20 à 30 jaar vooruit moeten kijken. En dat waren de bouwstenen. Dan kom ik aan eigenlijk het mooiste idee van het verhele verhaal. Dat is namelijk het idee dat je een constructief idee met one-liners kan vermoorden. We hebben nu al allerlei reacties uit de grote media gekregen, want dat is weer een denktank. Dus daar is geen belangstelling voor. Deze poging om een discussie op gang te brengen, niet om een antwoord aan u voor te leggen of een definitieve oplossing. En daarom heb ik ze om deze sarcastische medewerkers vast te helpen, heb ik een heel lijstje van breekijzers opgenomen. Ik hoop dat u ze herkent. Dit boek is geschreven door een zelfbenoemde elite die geen weet heeft van wat er werkelijk in de wereld gebeurt. We hebben dit al zo vaak geprobeerd. Of dit doen we al lang. Of dit is werk van naïvelingen die het zelf niet hoeven uit te voeren. Ivoren torenwerk. Extreem rechts. Ik heb ook nog een volgende. Dat is namelijk extreem links. Dit is niet wetenschappelijk bewezen. Dit had een kind kunnen bedenken. Die ideeën zijn nergens onderbouwd. Of ongeschijnlijk, constructief, nog even dodelijk commentaar. Dit is mooi, maar laten we eerst maar eens de praktische problemen oplossen. Geen gekke ideeën, maar niet uitvoerbaar. Of helemaal niet slecht, maar geen onderbouwing. Nou, ik hoop dat we
onszelf enigszins kunnen beschermen tegen deze kritiek, dan kunnen we zeggen dat is kritiek nummer 7. Dan weten we dat in ieder geval. En ik hoop dat we u een beetje met deze sessie kunnen inspireren om zelf op uw manier hier een vervolg aan te geven. Ik vind het heel bijzonder hoe je in een paar maanden met een relatief groep vreemden toch kan komen tot een agenda voor Nederland. En alle groepjes gingen alle kanten uit. Ik denk dat een deel van het enthousiasme ook ging over elkaar weer ontdekken en ook over de schotten heen redeneren. He, dus juist die verschillende domeinen die we dan aanwezig hadden in die groep, die maakten eigenlijk dat we konden nadenken over wat zijn de stappen die we moeten gaan zetten daarin. Als je vraagt van welk thema vond je nou heel erg interessant? Ik vond de verbinding maken tussen de landbouw en de bouwsector. Als we nou eens die combinatie kunnen maken en landbouw, landproductie, een onderdeel van de bouwketen kunnen maken door ze te laten produceren, denk aan bomen, en de bouwers te laten afnemen. Nou, je zou toch een geweldige combinatie kunnen hebben. Dan los je CO2 op, economisch relevant en je bent niet je staat dan niet tegenover elkaar, maar je bent een partner van elkaar. Het denken generaties. Dat is ook niet alleen maar omdat ik Oosters ben, maar dat is ook echt gewoon, dat moet je hier allemaal doen. Gewoon niet mee in die stomme 4-jaartermijnen gaan denken, maar denk aan die volgende generatie. Ik ben zeer voorstander van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, zonder dat je nu al het nut weet van wat er over 20 jaar op gaat, wat het gaat opleveren. Maar ook toegepast wetenschappelijk onderzoek in het hier en nu. Testen in real life data. Daar moeten we het van hebben, denk ik. Of het nou dus ging over schuldhulpverlening, of het ging over de ongedocumenteerden in Nederland. Of het waren de behandelingen van leefstijlziektes. Als je ging kijken met mensen die weten wat IT is, wat de mogelijkheden zijn, dan vallen de grote bedragen vallen vrij, omdat het systeem niet speelt met de technologie die op de plank ligt. Wim heeft dit alles by far overtroffen. Dus toen hebben we besloten maar zijn hoofdstuk apart uit te brengen als voorloper op zijn boek. En dus Wim, hierbij jouw eigen productie. Bijzonder dank voor al je inzet. Dan komen we nu aan het moment dat we het boek gaan aanbieden. Aan de jonge, aan de nieuwe generaties aanbieden. En bijzonder dank voor jullie aanwezigheid. Nesrin, Marina, Roen en Werner. Ik vind één ding wat ik echt heel mooi vind, is wat Mickey ook aan het begin presenteerde. Eigenlijk een opdracht tot luisteren en samenwerken en dat ontschotten wat ik een aantal keer hoor. En ik denk dat dat een doorlopende opdracht is aan u, die dat boek heeft geschreven, ook aan ons. Het was ook een van de bouwsteden, laat je inspireren. En laat je dus niet alleen maar inspireren door bekende mensen of door mensen die mee hebben geholpen aan het boek. Maar laat juist ook jezelf inspireren door je kinderen, door je kleinkinderen, door vrienden van je kinderen. En ga daar dit gesprek eens mee aan. En hoor dan eens terug wat zij vinden, waar zij over nadenken, hoe zij de toekomst zien. Accepteren dat niet iedereen het altijd eens is over hoe we het gaan doen. Maar dat het doel duidelijk is en dat we er samen naartoe willen gaan. En dat we soms ook accepteren dat misschien vanuit een andere invulling zal zijn. Maar dat we samen wel daar naartoe willen streven. En ik denk dat als we dat in het achterhoofd houden, dan zijn inderdaad de mogelijkheden, sky's the limit.